In Luik en Antwerpen zijn de stations grondig gerenoveerd. Om dat te vieren vroeg de NMBS aan 5 schrijvers om samen een stationsroman te schrijven. Een van hen is hier, Oscar van den Boogaard. Oscar, welkom. Je gaat volgende week samen met Herman Brusselmans, Anne Provoost, Joke van Leeuwen en Tom Nagels een boek schrijven. Ja, ongelooflijk. Ja, hoe gaan jullie dat precies doen? Ja, we gaan het om beurt doen. Dus Herman Brusselmans begint zondag en daarna volgen de anderen en ik moet het afsluiten op donderdag. Ja, dus jullie schrijven elk gedurende 1 dag. Ja. En hoeveel bladzijden moet je dan per dag schrijven? Wij moeten volgens mij 16 bladzijden schrijven. Ja. En... ja, Paul, jij bent ook schrijver, 16 bladzijden. Moet kunnen. Moet kunnen. Hoeveel schrijf jij er gewoonlijk? Per dag? Ja. Soms 1, soms 1,5. Ja. Ja, maar jij... Zometeen heel goed dan. Maar jij bent ook maar een beginnende schrijver. Je hebt veel meer ervaring. Ervaring en ze doen de fietspomp erop. Hè? Dus op de letters. Dus dat is pomp, pomp, pomp. En dan worden de letters groter. Ja. En zo ontstaan er pagina's. Ja, en hoe moet ik me dat voorstellen? Jij zit dan op een podium te schrijven en mensen mogen komen kijken wat je aan het schrijven bent? Ja, ik ben zo blij dat ik de eenzaamheid van de studeerkamers kan verlaten. Ja, maar ineens wel, dat doe je dan ook wel grondig, want je gaat in een druk station zitten. Ja, ik moet zeggen, ik wist niet waarop ik ja zei en nu opeens zit je op een podium met al die duizenden mensen die voorbij lopen. Maar het is een ervaring en ik verzamel ervaringen. Ja. En waar schrijf je normaal gezien het liefst? Eigenlijk schrijf ik het liefst in de trein. Dus ik ben een enorme... Op weg naar het station. Op weg naar een station, op weg naar een bestemming. Maar ik vind het fijnste om los te zijn van welke plek dan ook, in de trein. En jij, Paul? Ik schrijf graag in bed, Michiel. Bed is heel glamoureus. Ik lig dan zo en dan leg ik mijn laptop zo en dan schrijf ik zo in mijn bed. Ja. En je noemt het nog steeds werken? Ja, Michiel. Ja, ik in bed, ja. Ja, voilà, natuurlijk. En heb je dan een pyjama aan? Ja. Soms wel, ja. We zullen er straks even over... Maar het wordt een stationsroman. Vertel nog eens waar de naam stationsroman vandaan komt. Ja, ik denk dat de stationsroman een kleine roman is. Makkelijk te lezen. Tussen twee bestemmingen. Je koopt het op het station voor weinig geld. Je neemt de trein en als je dan op je plek van bestemming aan bent, heb je een roman gelezen. Ah, ja. Dus het moet uit zijn tegen dat je aangekomen bent. Ja, en ik denk, het gaat vooral over de liefde, over ontmoetingen. Je krijgt er een blij gevoel van. Ja. Vind je het een leuk genre? Ik las vroeger als kind alle stationsromannetjes van de buren die binnenkwamen, omdat ik geïnteresseerd ben in de liefde, in allerlei romantische verhalen. Maar je kunt daar op een literaire manier mee omgaan. Als je dat mooi opschrijft en... ja, ik bedoel, wij zijn 5 goede schrijvers die eraan meedoen, dan wordt het vast een literaire stationsroman. Ja. Janina, lees jij soms als je zit te wachten tussen trainingen en matchen door? Ja, ik lees wel graag. Ja. Ik lees wel een aantal boeken per jaar. En zijn dat dan ook stationsromans of waar gaat je voorkeur naar uit? Ik lees wel van alles. Soms sportboeken, soms over sportmensen die zelf een boek geschreven hebben. Het gaat tot Harry Potter en dan komt er weer iets anders tussen. Een beetje van alles. Oscar, ik heb hier een aantal oude stationsromannetjes gevonden. Over de titels wordt altijd wel goed nagedacht, denk ik. Hè? Dit is bijvoorbeeld Verzet je niet langer. Wauw, prachtige titel. Ja, aanbevolen lectuur voor aanranders, lijkt mij. Ja. Verzet je niet langer. En nog één, Rimpels in het zand. Oei, ja. Over oude geliefden. Oude geliefden, ongetwijfeld. Ja. In het vuur van het spel. Janina, misschien iets voor jou. Nog één. Met oneindig veel tederheid. Lijkt me iets wat jij misschien nog wel kan gebruiken. Ja. Maar het valt ook op dat die koffers, dat is altijd een blondine met een donkerharige man. Ja, en de blondines zijn altijd goed en de brunettes zijn altijd gevaarlijk. Ja. Ah ja. En dat veel is ook. Hoogschaduw. Ja, ja. Op de koffer. Maar hebben jullie al een titel? Nee, dat gaan we nog bedenken. Ah, ja. We zijn met z'n 5, dus dat wordt een gevecht. Ja. Maar, Je zei daarnet al, Herman Brusselmans begint. Ja. Dus de kans is groot dat die eindigt met iemand die achterwaarts in haar poes genaaid wordt. Begin dan maar eens verder te schrijven. Ja, wie volgt haar op? Ik geloof een keurige Nederlandse schrijfster, Joke van Leeuwen. Joke van Leeuwen. Ja, nou ja, dan kan ze daar een puntje aan zuigen.
En jij bent de laatste. Ja. En dat soort stationsromans, die eindigen altijd goed. Dus ja. Jij moet naar een happy end schrijven. Ja, maar daar hou ik wel van. Ik vind het goed, een happy end. Maar ik vind het vooral fijn het laatste woord te hebben. Dus ik ben helemaal blij om dat te mogen doen. Ja. Maar ik moet natuurlijk wel alle stukjes gaan lezen eerst. Maar ik vind het fijn om alles samen te laten komen als een soort superpolitieagent. En dan als een zalvende charmant te zeggen, oké, iedereen gelukkig en kom samen op dit station, dit prachtige station. Hè? Ja, want ga je laten inspireren door het station en de mensen die hier rondlopen. Ja, het is een fantastisch gebouw. Ik heb heel veel binding met het station van Antwerpen, omdat ik zoveel reis tussen Nederland, België, Frankrijk, alle Thalische, weet ik veel wat, die stoppen allemaal in Antwerpen. Ik heb al mijn liefdes eigenlijk in het openbaar vervoer ontmoet. Ja, heb je je huidige man ook in het openbaar vervoer ontmoet? Die is opgestapt in Antwerpen. Ik reisde van Brussel naar Amsterdam op een zondag. Ik zat in een keurige stiltecoupé, eerste klas, omdat ik wilde schrijven. En opeens in Antwerpen stapt hij op en hij vraagt, is dit de trein naar Amsterdam? Ik zei, dat kun je zien, want het staat op de borden. En hij ging schuin tegenover mij zitten. En ik had een boekje in mijn handen en ik schreef op in het boekje, zonder dat ik hem echt goed had aangekeken. Maar ik schreef op, en het klinkt zo melig, maar de man van mijn leven is de trein ingestapt. En toen had ik 2 uur de tijd om hem te leren kennen en daarvan hebben we gebruik gemaakt. Oscar, je leven is gewoon een stationsroman. Het is een stationsroman, maar dat is juist goed. Daarom moeten ze ook vooral gelezen worden, want ik denk dat mensen voorbeelden nodig hebben. Ik denk als je veel liefdesromannetjes leest, dat je naar buiten gaat en denkt dat kan me iedere keer overkomen. En daarom is het een belangrijk genre. Ja. Je moet eerst dromen, je moet eerst fantaseren. En als de werkelijkheid dan daarop begint te lijken, dan neem je de macht over en dan maak je er een stationsromannetje voor. En dat doen jullie vanaf maandag in het Centraal Station van Antwerpen. Vanaf zondag. Vanaf zondag begint het. Dan begint Herman Brusselmans en dan 5 dagen en het eindigt donderdag. Vrijdag wordt het boek gedrukt door een drukmachine die in het stationsgebouw staat. En zaterdag gaan we signeren. Voilà. Hartelijk dank, Oscar van den Boogaard. Hey.